Dag beste Licata TV-kijker. Vandaag ben ik er voor u met een specialeke. En met een specialeke bedoel ik, we gaan iets doen wat we bij mij weten nog niet gedaan hebben. En dat is u eens bubbels serveren. Bubbels serveren, de lente is volop bezig. Dus er staat sowieso een paasfeest voor de deur. Er staan communiefeesten voor de deur. Dus wat heeft u nodig? Uiteraard bubbels. En wat presenteer ik u van bubbels? Niet zomaar goedkope bubbels, nee. Rocco Calino Franciacorta Brut. Een hele mond vol. Wat is dat allemaal voor een beest, gaat u zeggen? Wel, Franciacorta is een appellatie in Lombardije, dus het noorden van Italië, waar men misschien wel de beste schuimwijnen maakt van Italië. Waarom? Wel, het is niet zomaar dat ik dat zeg. Men gebruikt daar, verplicht bij wet, de identiekzelfde methode als hoe men champagne maakt. Veel mensen hebben natuurlijk altijd de mond vol over champagne. Nu, ik niet. Ik vind Franciacorta echt wel absoluut een, ik ga dus niet zeggen een waardige vervanger, nee. Franciacorta in zijn eigen recht absoluut te proberen. Prachtige, prachtige, prachtige schuiven. Mooie bubbeltjes, geef toe. Toch altijd plezant als je zo een glas met bubbeltjes kunt vullen. Prachtige neus. Ongelooflijk. Laat iedereen die nog niet vertrouwd is met Italiaanse schuimwijnen dit drinken en iedereen wordt er gewoon wild van. Ben er zeker van. Absoluut trouwens. Kijk eens ook wat een mooie belletjes. Echt heel, heel mooie feestelijke schuimwijn. In de neus krijg je echt die typische kwaliteitsaroma's. En wat is dat? Wit fruit, moet er sowieso in zitten uiteraard. Maar ook dat heel mooie, en dat is te danken aan de manier waarop ze de wijn maken. Broodkruim, zo wat gistachtige, toastachtige aroma's die extra complexiteit geven aan het fruit. In de smaak ook absoluut schitterend. Alle kwaliteiten van die grote, champagne of schuimwijn. Terug het fruit, terug die toasty, gistachtige, broodkruimachtige smaken. En een magnifieke, prachtige aciditeit van begin tot einde. Als u zich afvraagt, wat zit er dan allemaal in? Wel, het is een blend van Chardonnay, Pinot Nero en Pinot Bianco. Dus klassieke druiven. Voor €22,99, echt een absolute topwijn voor al uw feesten. Als het iets anders mag zijn, ga ervoor. Smakelijk. Daar.